ik herken volledig dat er momenteel in Vlaanderen, en zeker in onze provincie of in mijn provincie West-Vlaanderen, nood is aan arbeidskrachten om alle vacatures opgevuld te krijgen. Maar ik heb toch wel een aantal kritische bedenkingen wat betreft het pact en uw bedoeling om meer arbeidskrachten uit Wallonië naar Vlaanderen te brengen. Eén, ik vraag mij af, ik heb vandaag nog op de website van de VDAB gekeken en volgens mij zijn er in Vlaanderen nog altijd 209.000 niet werkende werkzoekenden. Dat is een ganse categorie van mensen die niet aan het werk is en misschien moeten we daar eerst trachten die mensen te mobiliseren om aan het werk te krijgen. Twee, wat heel belangrijk is voor mij, is het versoepelen van de taalvereisten. Ik kan mij daar absoluut, en met mij ook andere Vlaamse organisaties kunnen ons daar absoluut niet in terugvinden. En ook uw argument dat u zegt, we gaan ze dan wel eenmaal dat ze aan de slag zijn, Nederlands leren. En wat ik bijzonder vind, dat de VDAB dan nog voor de kosten moet opdraaien. Ik zou zeggen, laat voor hem dan die taalkursussen betalen. Maar u weet net zo goed als ik dat er daar niks van zal in huis komen. Ik spreek uit ervaring en ik zeg u dat er in West-Vlaanderen een tal van bedrijven zijn waar nu momenteel Frans, en ik spreek dan nog niet over Arabisch, waar Frans de voertaal is op de werkvloer. Dus het argument dat Waalse werknemers, eenmaal ze zijn aangeworven, Nederlands zullen leren, dat is absurd en dat is niet geloofwaardig. Dus ik zou u toch willen vragen om toch even over na te denken. En ik zou van u graag, en trouwens, ik wil u ook nog bijkomend zeggen de vraag, Walen uit Wallonië trekken en Noord-Frankrijk, dat de dat vraag ook zorgt dat werkgevers de flexibiliteit van de arbeiders en de ook vraag, de lonen onder druk zetten en onze eigen mensen uit de markt prijzen. We gaan dat doen met good practices, we gaan dat doen met jobdating, we gaan dat doen met jobbeurzen. En op die manier er eigenlijk voor zorgen dat die openstaande vacatures ingevuld worden en dat die Vlaamse werkgevers, dat die morgen kunnen groeien, omdat ze de nodig personeel hebben, dat ze de nodige productie kunnen doen en dat ze niet gefnuikt worden in hun ambities naar de toekomst toe. Ik denk dat ik in mijn vraagstelling duidelijk gezegd heb dat arbeidskrapte in West-Vlaanderen en in Vlaanderen in het algemeen ook mijn zorg is natuurlijk, maar dat we niet ten koste van alles, en ik denk dat collega Botuyne het perfect verwoord heeft dat bepaalde Vlaams-nationale gevoeligheden bij jullie, bij u, niet van tel zijn. En je blijft een probleem hebben met het feit dat de taalvereisten wordt versoepeld om inderdaad die Waalse werknemers of Franse werknemers naar Vlaanderen te halen. Ik vraag mij trouwens af in hoeverre dat de taalvereisten, want de taalvereisten is volgens mij gebaseerd op een wettelijke regelgeving, in hoeverre dat de versoepeling die u voorstelt van die taalvereisten in overeenstemming brengt met wettelijke voorwaarden. En tot slot wil ik u ook vragen, er zijn ook initiatieven vanuit West-Vlaanderen naar het noorden van Frankrijk toe, in hoeverre de twee zaken compatibel en in elkaar passen. Ja, meneer minister, vooral duidelijkheid. Ik denk, om nogmaals te bevestigen dat ook ik gezegd heb, dat we er moeten voor zorgen om die vacatures in te vullen. Ik denk dat ik dat tot twee, ja, collega Rons, ik weet dat u hier de woordvoerder bent van VOCA, maar ik sta hier ook voor de arbeiders, voor het personeel. En ik geloof echt niet, meneer de minister, en ik wil dat nogmaals, u vindt die taalvereisten misschien minder belangrijk, maar ik vind die heel belangrijk. En ik geloof echt niet dat Waalse werknemers, eenmaal ze op de werkvloer staan, het Nederlands zullen aanleren. Ik raad u aan om sommige bedrijven in West-Vlaanderen, ik denk maar aan de groentebedrijven, diepvriesgroentebedrijven in de streek van Ardooien, waar honderden niet-Nederlandstaligen werken en waar Frans en zelfs een stuk Arabisch de voertaal is op de werkvloer. Dat is de realiteit heden ten dage en u kan zeggen wat u wilt. Ik ben ervan overtuigd dat die taalvereiste een voorwaarde is voor de veiligheid op de werkvloer, voor de samenwerking en voor de samenhorigheid tussen de werknemers. Want ik garandeer u dat dat alleen maar tot conflicten zal leiden op de werkvloer.